We zijn hier om onze mest kwijt te raken. Dat woord derogatie, ik begin er zo langzaamaan godsmisselijk van te worden, van die term, derogatie. Alsof het een gunst is, alsof het een vergunning is dat wij wat meer mest mogen rijden. Wij zijn hier in Brussel. Wij willen met een verzoek naar Eurocommissaris Sinkevicius. En ons verzoek, eigenlijk heel simpel, opschorting van de afbouw van derogatie. Want jij bent melkveehouder. Hoe heb je daar zelf mee te maken? Onze koeien produceren mest. En daar komen beperkingen op. Onder andere de bufferstroken. Dus wij raken gewoon grond kwijt, zeg maar, waar we mest op kwijt kunnen. En de ruimte die wij op de grond die overblijft wel hebben, daar mag steeds minder mest op. Dus we moeten steeds meer mest afvoeren. En dat mest afvoeren kost geld? Dat kost klauwen met geld, ja, ja. Er zijn bedrijven die moeten een jaarsalaris zijn ze kwijt op dit moment om mest af te voeren. Wij willen terug naar de situatie zoals die was in 2022. Toen waren er geen bufferstroken, toen was er geen NV-gebieden. En toen mochten we nog iets meer stikstof uit dierlijke mest rijden. Want dat moeten we wel duidelijk hebben. De totale stikstofnorm wat we mogen geven, die blijft gelijk. Alleen de hoeveelheid dierlijke mest die daalt. En daar staat tegenover dat de hoeveelheid kunstmest, dat mag wel meer. Dat gaat fout gewoon. En is dan de oplossing Renewer bijvoorbeeld, hè? Kunstmest gemaakt uit dierlijke mest? Dat kan een van de oplossingen zijn. Sowieso de norm voor de dierlijke mest verhogen, dat is de belangrijkste. Renewer, dat kan een extraatje zijn om de top uit de markt te halen. Maar het is ook een hele kostbare bedoeling en voor een hele kleine groep boeren interessant. We hebben weer nieuwe inzichten, nieuwe onderzoeken. Onder andere het onderzoek van Herman de Boer. Die zegt van, joh, je kunt beter dierlijke mest gebruiken dan kunstmest. Als je kijkt naar het bodemleven, naar uitspoeling. En ook de waterkwaliteit. We werken nog met cijfers van ruim 10 jaar geleden. En daar worden wij op afgestraft. Nu. Dat gaat fout.